Dit programma wordt u aangeboden door Wagenborg. Voor uw overtocht naar Ameland en Schiermonnikoog. Hier staat helemaal, u hebt er al herkennen, u hebt het al gezien, beste kijkers. Ja, hier staat helemaal, loop ik met Marieke Klooster. Toch een wens die in vervulling gaat. Een van de topdames van Vrouw Hollands. En trouwens, was jij gisteren nog bij Don Juan? Daar was ik gisteren. Ja, daar was jij. Heb je me gespot? Nou, nee, dat heb ik wel gehoord, ja. Want ik, heb het uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat Marieke Klooster ook bij de voorstelling was van Don Juan. Ja, natuurlijk. Ja, dat moet je toch gezien hebben. Hoe was dat? Ja, ik vond het zo'n mooie voorstelling. Ja, ja. Ik heb echt ook in tijden niet zo'n mooie voorstelling gezien van NNT. Hoe speelde die Belg? Ja, man. Ja, dat is de droom van elke vrouw, hè, zo'n Don Juan. Hier in straat helemaal heen, gaat tegenwoordig onder bewaking, hè? Mooi is dat, hè? Ja, ik vind het zo stoer. Word je bedreigd? Wat is dit nou dan? Nee, daar kijk ik verder niet op ingegaan. Maar die jongens lopen dus een stukje mee, of alles wel goed gaat. Ja. En dan splitsen ze zich, dan gaat de een die kant op en de ander die kant. Maar mooi is dat. De vrouw Holland, hè? Ja. Nieuwe voorstelling? Ja. Kun jij even zeggen hoe die heet? Het heeft dit met brave meisjes? Brave meisjes komen in de hemel. Hoe kom je erop op zo'n titel? Ja, nou inderdaad. Dat was ook een hele lastige titel. Ja. Je moet altijd al een jaar van tevoren moet je je titel aanleveren, hè, bij Schouwburg. Ja. En het was trouwens onze pianist die met deze titel kwam. Reinoud Douma. Ja. En het is ook een beetje afgeleid van een boek, dat heet ook zo, Brave Meisjes Komen in de Hemel. Maar een lastige titel. Ongelooflijk lastig. Ja? Want er zit zoveel in, hè. De braafheid, meisjes, ja, ben je dat nog wel? Ja, tuurlijk. Ja, tot je 80ste deed ik nog wel dat ik nog een meisje maar de meisjes van Vrouw Holland, dat vind ik juist zo leuk. Dat is juist zo'n tegenstelling, hè, weet je wel. Brave meisjes. Ja. Als er nou brave meisjes zijn die niet braaf zijn, dat zijn jullie dan, hè? Ja, nou, Gabrielle. En Karin en voor Marieke. Maar een heel mooi programma. En daar zijn we 2 weken geleden mee in première gegaan. Hoe zijn de reacties? Goed. Ja? Ja. Mooie recensie gehad van Jacques D'Ancona. Ja? Was Jacques positief? Jacques was positief. Ja, soms lees je bij Jacques door de regels door dat hij niks vindt. Maar moet zijn recensie ook altijd wel 3 keer lezen. Ja, precies. Hoor. Dat wel. Maar hij was echt heel mooi. Mooie recensie. Goed gevulde zalen hebben we. Dus we mogen echt niet klagen. Maar waar gaat zo? Zoals dit programma is natuurlijk weer totaal anders dan de vorige, hè? Ja. Alhoewel Vrouw Holland blijft natuurlijk Vrouw Holland. Kijk, je hebt natuurlijk toch altijd wel een beetje een vast format, hè? Van veel hilarische sketches en veel liedjes natuurlijk. Maar die zowel ontroerend zijn als hilarisch. Ja. En je wordt als publiek zijn er van één hoek in de andere hoek gesmeed. Ja. Dat is echt altijd wel wat we willen bereiken met Vrouw Holland. Hey, zo'n show moet daar neergezet worden. Hoe moet men dat nou voorstellen? Hoe kom je nou tot zeg maar het eindresultaat waarmee je de première ingaat? Hoe gaat zoiets? Ja, nou dat begint al heel vroeg. We reizen natuurlijk heel veel met elkaar. Want mensen denken dat we alleen maar in het noorden bekend zijn. Maar we zijn in heel Nederland beroemd. Dus we reizen heel veel met elkaar. En dan zit je veel met elkaar te kletsen. En dan heb je het over onderwerpen waarvan je denkt van... Hey, dit is wel een heel leuk item voor een nieuw programma. En zo ontstaat het dan. Je schrijft veel noteren in je boekje. Ja. En zo langzaamaan begint dat natuurlijk een beetje vorm te krijgen. Onder begeleiding van een regisseur natuurlijk ook uiteindelijk. Wie is de regisseur dan? Vincent van den Elshout. Wat een fantastische man. Ja, echt waar? Ja. Wat is zo goed aan Vincent dan? Nou, hij is een hele energieke man. Heel inspirerend. Hij past gewoon heel goed bij je. Soms, dat is gewoon een soort chemie die je hebt over en weer. En dat was een hele goede klik met hem. Hij komt overigens uit de operawereld. Ja. Maar hij heeft dus wel heel veel feeling ook met muziek. En daar doen wij natuurlijk ook heel veel mee. Dus dat,
Ja, dat was een hele bijzondere combinatie. Weet je wat ik wel heel mooi vind? Voordat die opname start en zo, weet je, natuurlijk bedolbond het publiek alweer. En dan met alle respect voor vrouw Holland, maar de mensen die zeggen daarvan, ja, maar ik ken jou van tv, van Boombotten, weet je? Ja. Is dat wel eens lastig? Ja, ja? Dat mensen dan... dat ik hier nu zo loop, hè, en dat ik niet eens een zonnebril op hoef, dat is echt ongelooflijk. Ja, ik ben doodgegaan trouwens in die serie. Ik ben daarin doodgegaan. Ja. En ik zei het net nog tegen mij van die bewakers, want die hadden het ook gezien. Ja. En ik heb nog wel eens dat mensen maar zien in de stad. Waardetransport, ja. Handjes thuis hier. Ja, nee, maar ga door over. Beheers je, nu snap ik wel waarom jij die bewakers hebt. Waar hadden we dan ook alweer over? We hadden het over... Je laat je ook zo snel afleiden door waardetransport. Nee, we hadden het over Jannie. Jouw rol in Boombotten. Ik ging dood. Ja, heel droevig. Ja. Heel verschrikkelijk natuurlijk. En dan tref ik nog wel eens mensen in de stad. En dan zie je echt even zo'n schrikreactie bij ze. Maar heb jij het ook wel eens in de zaal? Och, ze leeft nog. Nee, maar heb jij het ook wel eens in de zaal? Dat mensen dan vrouw Holland opeens zien en dat ze dan in de zaal... Dat ze, verrek, dat is die vrouw uit Boombotten. Niet een van die drie. Ja. Dat gebeurt wel eens. Ja, dat is... dat gebeurt. Het is toch geweldig, Henk, hè, dat je dit zo naast je hebt. Ja, je ziet het zelf ook wel. Toch wel. We waren er ook wel weer aan toe, hè? Naar die serie van 10 dames en zo. Eigenlijk is een keer weer een vrouw. Eindelijk weer eens een keer een vrouw. Die... En wat voor een. Goh. Nou, dat heb je niet vrouw vaak, Holland. Hè? Ja. Heel vreemd is het namelijk dat ik eigenlijk, en dat is niet om jou nou 40 heb, maar mensen die naar jullie voorstelling zijn geweest, ook hier in Groningen weer, hè, die komen toch allemaal opgetogen er weer uit. Je hoort bijna nooit mensen die zeggen, maar ik vond er niks aan. Nee. Daarvoor bruist het denk ik ook te veel. Ja. Of niet? Of nee, toch? Nou ja, het is inderdaad, we willen mensen altijd wel met een goed gevoel naar huis laten gaan, inderdaad. Hè? En niet alleen vrouwen trouwens, hoor. Het is ook een heel erg leuk programma voor mannen. Ja? Ja, het is echt heel erg verrassend dat mannen het ook zo kunnen leuk mannen dat aan dan? Maar die zijn natuurlijk wel vaak de schietschijven, hè? Ik kreeg een prachtig compliment van een man die laatst tegen me zei... Oh, nu begrijp ik mijn vrouw weer wat beter, zei hij. Ja, is het zo? Ja. Nee, we proberen echt tuttigheid gehalte er veel af te halen, hè, van het programma. Want heel vaak zijn vrouwelijke cabaretiers toch wel wat... Ja, met een grote FIFA-gehalte. Dat proberen wij niet te doen. We proberen echt een leuk... Geen FIFA-gehalte dus. Geen terugheid. Nou. Dus voor mannen moet het ook leuk zijn, want die mannen lezen niet zo graag op FIFA. Jij moet nog één vraag beantwoorden, die vind ik heel belangrijk om te stellen. Nog één. Nee, je hebt het natuurlijk alle twee gedaan. Het een veel meer dan het ander. Maar als je het nou afweegt tegen elkaar, wat vind je nou toch het mooiste? Het podium als één van de vrouwen Holland of... Actrice. Gewoon dat je dingen zoals in Boombotten... Film, bedoel je? Nee, ik vind het theater veel interessanter. Ja, ook mooier. Veel mooier, veel interessanter. Ga je er elke keer moet je er elke keer voor opladen? Ja, enorm. En kijk, weet je moet daar echt presteren direct voor het publiek. Ja. En dat heb je met een camera, heb je dat niet. Dat is gewoon tekst uit je hoofd leren. Het is casting. En ik werd gecast voor de rol van Jannie. Nou ja, dat ligt heel dicht bij mijzelf. Jannie uit Boombotten, vergeet me. Het is gewoon Marieke Klooster van vrouw Holland. We zijn hartstikke trots op vrouw Holland, maar dit is echt een top trio met Reinoud Douma erbij natuurlijk en de regisseur. Als mensen nog willen komen kijken. Nee, gaan we niet doen. Jij moet kiezen. Oh, Lynette van Doorn of hoe heet die andere, die beroemde? Toen nou zeg jij Sarah nou Sarah Kroos? Nee, die andere. Een vrouw? Die beroemde. Oh, Brigitte Kaandorp. Ja, Brigitte Kaandorp of Lynette van Doorn. Brigitte Kaandorp. Marieke Klooster, die kant op. Ja, het is gelukt. We hebben voor de camera gehad. Wat we ermee gaan doen, weten we nog niet. Maar het was in ieder geval de moeite waard.